Deze video wordt het meest extreme experiment wat ik ooit heb uitgevoerd. Ik ga namelijk 1 week leven zonder de tijd te weten. Mensen, tijd weten aan de hand van de zon. Kijken of we precies om 11 uur zijn waar Rutger op mij wacht. Ga het gewoon doen! Ik ga naar de finish! We kunnen het! Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je beloven, dit wordt niet zomaar een video, maar natuurlijk weer een hele speciale video. Ben je nieuw op mijn kanaal, dan zou ik zeggen welkom. Wil je op de hoogte blijven van elke nieuwe video, check dan beneden hier eventjes of je al geabonneerd bent. Zo niet, druk eventjes op de abonneerbutton. En natuurlijk het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. We komen steeds dichter bij de 500.000 abonnees. Bizar. Zoals jullie weten heb ik vaker experimenten uitgevoerd op mijn kanaal, maar deze video wordt het meest extreme experiment wat ik ooit heb uitgevoerd. Ik ga namelijk 1 week leven zonder de tijd te weten. Heb je hier nou heel erg veel zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Bij de 25.000 duimpjes, dan ga ik gewoon 1 week zonder schoenen leven. In sommige situaties zou dat heel pijnlijk zijn. En natuurlijk heb ik ook een vraag voor deze week. Hoe laat is het bij jou op dit moment? De mensen die binnen 24 uur hun tijd hier beneden in de reacties achterlaten, daar ga ik zoveel mogelijk hartjes bij uitdelen. Iedereen is gewend om elke dag, week, maand, jaar, je leven gewoon te leven op de tijd. De tijd bepaalt hoe laat je opstaat, gaat eten, gaat je naar school gaat, werken en ga zo maar door. En wat ik mij afvraag is, hoe voel je als je 1 week lang geen klok hebt? Dit is exact het experiment wat ik de komende week ga uitvoeren. Na 26 jaar weet mijn lichaam ongeveer wel hoe laat ik waar trek in heb en wat ik moet doen, of ik moet gaan slapen of gaan eten of gaan sporten of wat dan ook. Om dat bewustzijn te gaan verliezen, gaan we de komende 6 dagen zorgen dat ik geen enkele klok in huis kan zien. Op dag 7 wil ik gaan kijken hoe laat ik denk dat het ongeveer is, hoe ik me voel. Het ding is dat ik de tijd die dag niet kan zien, nog steeds niet na een week, en jullie dus wel, want de tijd komt hier de hele tijd in beeld, dus jullie kunnen zien of ik op een hele rare tijd ga ontbijten, een hele rare tijd naar bed ga. Dus we beginnen eerst met het verliezen van het bewustzijn van de tijd de komende 6 dagen, en op dag 7 ga ik samen met jullie kijken hoe ik ervoor sta. Laten we beginnen met het allerbelangrijkste, en dat is alle klokken verbergen in dit huis. Nou, ik heb natuurlijk de allerbelangrijkste, en dat is deze. Mijn Apple Watch. Ik mag mijn Apple Watch niet meer om. Goodbye, Apple Watch. Mijn grootste vriend ever. Dat was best zonde om te doen. En hier heb ik geen klokken. De wc is geen klok. Geen klok, geen klok. Dan gaan we nu beneden kijken. Paco, heb jij een horloge om? Een horloge om je poot? Nee, geen horloge. Oké. 1 klok, 2 klokken. En die staan alle 2 op 4 de tijd. Wij hebben tot nu toe geen zin gehad om deze goed te zetten. Dus deze tijden kloppen al sowieso niet. Maar hier moeten we wel even iets op gaan verzinnen. Nou, dan gaan we. Dagklok. Deze moeten we hoog gaan verbergen. Zo, denk ik. Top. Dan zijn er nog 2 dingen. Mijn mobiel, jongens. Ik mag gewoon mijn telefoon niet gebruiken. Het wordt een erg niet sociale week. Rut, kun je eventjes komen? Ja. De komende 6 dagen wil ik het besef van tijd kwijtraken. Maar jij mag niet zeggen hoe laat het is. En ik bepaal hoe laat we gaan eten, hoe laat we drinken. Dus ik moet me ook overgeven aan de challenge. En jij hebt gewoon gelijk. Ik heb gewoon gelijk. Ja, de komende 6 dagen. Zodat ik echt de tijd helemaal verlies. En de 7e dag mag je niet thuis zijn. Nou, leuk. En dan blijft er nog een probleem over, want ik heb net mijn telefoon afgeplakt. Je kunt via je mail, je kunt via YouTube, je kunt eigenlijk overal gewoon de tijd zien. Dus dat betekent dat ik deze week geen telefoon mag hebben. Geef maar, ja. Maar ik wil niet 1 week lang opeens offline zijn. Dus ik wil met je afspreken dat jij voor mij de camera-app opent voor Instagram Story en dat soort dingen. Jij moet dus de teksten doen en de plaatsen. Oké, dat is goed. Ja? Dan is het nu tijd om de komende 6 dagen in te gaan. En dan zie ik jullie dus weer bij de 7e dag. En dan gaan we kijken hoe ik in het leven sta. Daar gaan we in 3, 2, 2, 1. Goedemorgen, dag 7. Tenminste, als ik goed geteld heb. Ik ben echt net wakker. Ik heb nu 6 dagen zonder tijd geleefd. En dit is de 7e dag, als het goed is. Even een kleine update over hoe ik me voel na deze hele rare week. Eigenlijk heel relaxed. Het is zo chill om niet heel de tijd op de klok te hoeven te letten dat je op bepaalde tijd naar een afspraak moet. Of uit bed hoeft te komen, je kunt langer uitslapen. Deze dagen vond ik het een beetje lastig, omdat ik een beetje de weg kwijt was. Het voelde een beetje gek. Ik wilde een beetje ritme hebben, maar ik moest mijn
eigen ritme gaan bepalen. Vandaag ben ik alleen hier thuis en we gaan kijken hoe ik mijn dag ga indelen. Hoe laat ik elke schat dat het ongeveer is en of ik dat goed heb. En laten we dat nu gelijk gaan doen. Jullie gaan hier beneden de werkelijke tijd elke keer zien. Ik denk dat het nu ongeveer rond 9 uur in de ochtend is. Ik hoop dat ik het goed heb. Of het kan natuurlijk ook zijn dat ik er compleet naast zit. Ik denk dat het ongeveer 9 uur in de ochtend is, omdat ik van mezelf weet dat ik meestal rond 9 uur een beetje trek krijg in een ontbijtje. En wow, goedemorgen. Ik ben wakker geworden door honger. Dus laten we gaan ontbijten. Laten we hopen dat ik de tijd ongeveer juist heb. Ja! Daar is mijn grote vriendin. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Had ze misschien al uitgelaten moeten worden. Ik hoop niet dat ik ergens een plasje ga vinden nu. Goedemorgen. Hallo, heb je lekker geslapen? Dit shot, jongens. Kijk hoe schattig. Wat ik me nu eigenlijk afvraag is, hoe zit dat met honden? Hebben zij een soort van tijdsbesef? Of leef ik nu precies hetzelfde als Paco? Want ik denk dus dat de honden zoiets hebben. Als ik honger heb, moet ik eten. Als ik moet slapen, dan ga ik slapen. En als ik naar buiten moet om een plasje of een poepje te doen, dan moet ik naar buiten om een plasje of poepje te doen. En dat is exact hoe ik de laatste weken heb geleefd. Ik doe alles op gevoel. En ik denk dus dat het met honden ook zo is. Wat denken jullie? Ga je mee? Ik merk dat het echt heel nodig moet. En dat het iets volgens mij later is dan 9 uur. Jongens, besef wat voor intense rust je kunt beleven als er geen tijd is. Oké, het is eerlijk. Ik heb het gevoel dat ik de tijd een beetje verkeerd heb ingeschat. Bij de meeste mensen waren de gordijnen al open. Heel veel ouders waren weg, dus ik denk dat het niet 9 uur 's ochtends is. Kom, Paco. Zo. Jongens, dit is wel heel opvallend. Paco is nu aan het ontbijten. Meestal ontbijt Paco. Zo, wat een kapsel. Meestal ontbijt Paco rond 8 uur 's ochtends. Dus dit vind ik wel opvallend. Ik weet niet hoe laat Rutger is weggegaan. Dus dat Paco nu eet kan ook betekenen dat het toch vroeger is dan ik denk. Oh jongens, ik ben echt helemaal in de war nu. Laten we het gewoon bij 9:30 houden. Paco heeft gekozen vandaag voor een laat ontbijt. Net zoals ik, want ik ga nu ook ontbijten. Ik had te denken aan een gebakken ei. Dus laten we een eitje of zo een omelet maken. 1 keer in de week mag Paco ook een eitje, want het schijnt goed te zijn voor haar vacht. Welkom bij een nieuwe aflevering met Koken met Thomas. Zonder tijd. Yeah. Dat is trouwens wel een dingetje dat ik nu te denken, want ik weet niet hoe lang ik mijn eieren moet laten koken. Volgens mij als je een ei laat koken, moet het ongeveer 8 minuten vanaf dat hij zeg maar kookt. Deze is straks voor jou. Maar het is nog de vraag of die ook werkelijk gekookt is of niet. Nou, daar gaat hij. Dan wachten we even tot het water kookt. Nou jongens, het gaat goed hoor met mijn eieren. Dit ziet er al heel lekker uit, maar natuurlijk nog niet klaar. En deze begint bijna te koken. Ik denk dat ik gewoon ga tellen. Elke keer tot 60 en dan 8 keer. Ik denk dat de beste theorie is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 minuut. 41, 42. Het kan natuurlijk ook goed zijn dat dit geen ontbijt is, maar een soort van vroege of late lunch. Ik heb namelijk geen idee. Ik denk dat het ongeveer... Ik stond om 9 uur op. Ik heb gewandeld. Ik heb mijn ontbijt gemaakt. Ik denk dat het ongeveer 9:45 is. Ik heb best wel erg honger. 9:45. Ja, smakelijk. Ondertussen ben ik lekker eventjes op de bank neergeploft. En je zal vast denken, Thomas, moet je niet eventjes gaan douchen? Nee. Want ik heb vandaag geen planning. Ik wil eventjes mijn eten laten zakken en dan gaan we zo meteen een buikspierkwartier doen. En daarna wil ik een half uur gaan hardlopen. Ik ben benieuwd of ik dat ook op gevoel kan. Daar gaan we. Het is tijd voor mijn buikspierkwartier. Laten we gaan kijken of ik het een kwartier ga volhouden. Daar gaan we, jongens. Het buikspierkwartier zit erop. Ik ben benieuwd of ik het ook werkelijk kwartier heb volgehouden. Het is nu tijd om een half uur te gaan hardlopen. Normaal heb ik mijn mobiel hier aan mijn arm hangen met mijn koptelefoon op mijn muziek. Ik heb nu geen telefoon. We gaan kijken of we een half uur kunnen rennen. Ondertussen is het, denk ik, laten we gokken, 12:30. Ik denk dat het in ieder geval tijd is om me nou even op te gaan frissen. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. Wauw, ik match opeens heel goed met deze bank. Ik heb met Rutger een afspraak gemaakt. Hij is vandaag heel de dag naar zijn ouders, maar ik heb afgesproken dat ik met hem samen afspreek bij de McDrive om 11 uur in de avond. Om te kijken of ik ergens een beetje besef heb van hoe laat het is. Nou is er alleen één dingetje wat ik mij opeens besef. Ik wilde met de auto naar de McDrive gaan, maar dat kan niet, want in mijn auto zie je allemaal klokken. De enige oplossing die je kan bedenken is dat we een fiets hebben staan. Ik denk dat die fiets al werkelijk 7 jaar niet gebruikt is. Dus ik moet even gaan kijken of ik deze kan maken. Maar voordat we dat gaan doen, ik heb trek gekregen, zeker naar al het sporten. Dus we gaan eventjes lunchen en kijken of het ei van Paco goed gekookt is. De spannendste beelden op mijn YouTube kanaal ooit, jongens. Is het ei goed gekookt of niet?
Het ziet er echt helemaal niet slecht uit. Hij is gewoon goed gekookt, dus dat betekent... dat ik goed kan tellen. Daar gaan we dan, maaltijd nummer 2 van de dag. Het zal nu ongeveer 1 uur zijn, dus een perfecte tijd om te lunchen. Het is tijd om iets te gaan doen waar ik totaal geen zin in heb. We gaan namelijk de fiets van Rutger repareren. En ik denk dat hij hier heel erg blij mee is. Want hij heeft er al 7 jaar geen zin in. En ik ga het vandaag voor hem oplossen. Ik moet wel, anders kan ik nooit bij de McDonald's komen. Laten we eerst op zoek gaan naar een fietspomp. Gevonden! Het is nu 2:30 en ik ga een fiets repareren. Het is gelukt, jongens. Kijk eens aan. Dus dat betekent dat ik vanavond vervoer heb. Nu ik toch al klaar ben met de fiets en geen reet te doen heb, dacht ik, ik ga gelijk onze nieuwe tuinslang uitproberen. Er zijn dus ook mensen die de tijd weten aan de hand van de zon. Dus als de zon recht boven je staat, dan zou het dus zo moeten zijn dat het echt 12:00 middags is, als ik het goed zeg. Verbeter me vooral als ik hier iets fout zeg, beneden in de reacties. Dit is recht boven mij en hier staat dus geen zon. Dus dat betekent dat het geen 12:00 meer is. Dus ik denk als het 1:00 is, zou die daar moeten staan. Maar hij staat al daar. Ik krijg nu een beetje het vermoeden dat het later is dan hoe ik het elke keer inschat. Maar we blijven bij mijn standpunt dat het ongeveer 2:15 is. Ik vind het dus altijd heel fascinerend hoe dit soort tuinslangen altijd helemaal oppompen. Hij werkt. Oh. Ik ben buiten iets langer bezig geweest dan wat ik eigenlijk had gepland. Ik was zo blij met mijn tuinslang dat ik gelijk de ramen ben gaan semen aan de buitenkant. En ja, dat is wel het bewijs dat ik me verveel. Ik denk dus dat het nu ongeveer 2:15 is. Ik hoop dat ik het goed heb. Ik vind dit wel weer eventjes een leuk screenshot moment. Als ik zo meteen aftel van 3 naar 1, dan maken jullie een screenshot. Deze posten jullie op Instagram of op je story. Daardoor kan ik zien dat jij deze video hebt gekeken. En ik ga zoveel mogelijk van deze screenshots proberen te reposten op mijn Instagram story. Ik hoop dat het paar kan blijven liggen. 3, 2, 1. Screenshot! Nou, ik hoop dat hij een beetje leuk geworden is. Ik denk dat ik mezelf eens ga verwennen vanavond. Ik ga een pokeball voor mezelf maken. Allereerst hebben we natuurlijk rijst nodig. Garnalen, zalm en nog meer lekkere groenten. En hier is dan mijn maaltijd. Een zelfgemaakte pokeball. Eet smakelijk, Thomas. Heel gezellig nog steeds. Ik denk dat het ongeveer rond 6:00 is nu. Want ik heb toch wel een beetje heel erg trek gekregen. Hierna is het dus eigenlijk alleen maar kijken of ik het goed kan inschatten om precies om 11:00 bij de McDrive te zijn waar Rutger op mij wacht. Ondertussen heb ik Paco ook maar wat eten gegeven, omdat ik denk dat het ongeveer 6:30 is. En tussen 6:30 en 7:00 krijgt zij meestal haar avondmaaltijd en ze heeft honger. Dus dat betekent dat ik redelijk in de goede richting zit. De zon gaat langzaamaan onder. Ik ga nu koffie drinken in de hoop dat het rond 7:30 ondertussen alweer is. Ik geef het denk ik nog zeker wel een uur tot het echt heel erg donker wordt. Ik schat nu in dat het 8:30 is, zoiets. Het blijft echt raar om dat continu te moeten gokken. We wachten tot het donker is en dan gaan we met de fiets naar Rutger toe. Oké, jongens, daar gaan we. Ik ga fietsen. Laten we kijken of überhaupt deze lampen doen. Die doen het, gelukkig. Daar gaan we! Op een fiets. Ik dacht het wordt rond 9:30 donker, maar volgens mij wordt het later donker. Ik denk dat het sowieso al 10:30 is geweest. Het is nu nog 10 minuten fietsen. Of ik kom te laat aan, of ik kom precies op tijd aan. Ik vind het echt heel spannend. Ik had nooit verwacht dat ik het spannend zou vinden hoe laat ik bij de McDonald's aankom, maar goed. Ik ben nog maar een paar meter verwijderd van de McDonald's. Ja, ik zie nog geen witte Tesla. Ik ben echt in de twijfel. Moet ik het doen, moet ik het niet doen? Ik ga het gewoon doen. Doe het gewoon. Ik ga naar de finish. We kunnen het. Iets dramatisch. Ja, dat is iets dramatisch, hè? I know. Ik zie nog niemand. Geen witte Tesla, jongens. Oh nee. Shit. Oh, ik heb echt zo mijn best gedaan. Dit is eigenlijk de enige plek waar je kan parkeren en dus op mij zou kunnen wachten. Dat betekent maar één ding. Ik ben te vroeg. Maar hoeveel te vroeg? Geen idee. Ik dacht dat ik het goed had. Maar ja, het enige wat ik kan doen is wachten nu. Ja, dus. Voel me zo sad. Het is niet normaal hoe ik me nu voel. Thanks voor de autotune. En ik zit hier alleen in een wild vreemde stad. Eigenlijk nooit iets met witte Tesla's gehad. Hey, er komt een witte Tesla aan. Ik weet alleen niet of het Rutger... Oh. Ik denk niet dat het Rutger was. Ik weet ook niet of het Rutger was. Ik ben volgens mij echt veel te vroeg. Oh wacht, de witte Tesla keert. Ja, het is Rutger. Het moet wel, hij knippert. Oh my god. Oké. Hallo. Zeg hoe laat het is. Nu is het 11:01. Dan ben ik echt niet veel te vroeg, want ik denk dat ik hier ongeveer 10 minuten aan een kwartiertje sta nu. Best goed dan. Nou, McDriver zou ik zeggen. Omdat ik in een tijdloos leven zit. Kent leeftijd natuurlijk ook geen tijd, daarom een happy meal. Mag ik dan nu alsjeblieft officieel mijn telefoon weer terug? Bij deze. Dankjewel, daar is hij weer.
weer, jongens. Als samenvatting van deze week kan ik je vertellen, het was op begin lastig. Ik had meer moeite met mijn eigen mobiel niet kunnen aanraken. Maar na ongeveer dag 4, dag 5, ga je toch wel het besef van tijd kwijtraken. Ik heb me aangepast heel de week. Okay. Even een shout-out naar mij geven. Een shout-out naar jou. Je hebt hoe erg ik me heb opgeofferd. Dat we gewoon op dag 3, 9:30 al naar bed gingen. Maar deze dag, toch door het weer, door Paco toch ook een beetje, kon ik ongeveer weten hoe laat het was. Ook door mijn maag trouwens. Je lichaam heeft best wel een behoorlijke klok eigenlijk. Weet je hoe laat het is? Nou? Tijd om de video een duimpje omhoog te geven. Nou, dat vind ik dus ook. Doe eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan heel snel beneden hier eventjes. En druk gelijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Ben je nog niet geabonneerd op Rutger? Doe dat dan ook eventjes hier beneden in de beschrijving. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dit mega lange experiment. Heb je nog meer dingen dat je denkt, Thomas, dat moet ik hier uit gaan proberen? Laat het weten in de reacties. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag weer met een splinter nieuwe video. Hou doei! Doei!